Hoi allemaal. Hoi. Hoi allemaal. Jullie denken vast, wat doen die artsen op TikTok? Ja, toch? Die ging niet helemaal goed. Het is nog even wennen voor de artsen. Ze zitten ineens op TikTok. Nou, we zijn hier liever ook niet. Maar we zijn hier vanwege een probleem. De nood is zo hoog dat wij tussen operaties en werkzaamheden door... tijd hebben vrijgemaakt voor het opnemen van de video's op ons account. Artsen slaan alarm. In de video's hebben de artsen het tegen populaire TikTokkers. Ze vinden het vervelend dat er heel veel van dit soort video's te zien zijn. Het laten zien van vapes inspireert anderen om ook te vapen. En daarmee verslaafd te raken. En vervolgens ziek te worden door het vapen. Je hebt vapes vast wel eens gezien. Misschien ken je iemand die er wel eens een trekje van neemt. Of heb je dat zelf wel eens gedaan? Een vape is meestal een plastic buisje met daarin een vloeistof. Als je aan de vape zuigt, wordt die vloeistof verhit en ontstaat er een damp. In die damp zitten stoffen als nicotine. En dat veroorzaakt schade aan je longen. Het is heel verslavend. Jonge kinderen zijn gewoon veel sneller verslaafd dan ouderen. En we zien ook dat kinderen die gaan vapen een 3 keer grotere kans hebben om uiteindelijk over te stappen op roken. Om een vape te kopen moet je 18 jaar zijn. Toch denken artsen dat kinderen sneller gaan vapen omdat ze zien dat influencers dat ook doen. Het lijkt heel spannend met al die kleurtjes en al die smaakjes, maar je wordt er echt ziek van. Kinderarts Noor Rikkers heeft ook gepraat met Dylan Hagens om te vragen hoe ze kinderen het beste kunnen waarschuwen. En dat gesprek was behoorlijk heftig. Het enige wat zij willen is nicotine in de jongeren brengen. Het is bij mij het besef geweest dat ik denk, als ik maar één iemand heb die door mij gaat starten met roken en dan vervolgens in het ziekenhuis terechtkomt of erger, ja dat zou ik echt heel erg vinden. En hoe zou je dan kunnen helpen als creator? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Door die vapes niet meer te laten zien. Ja. Gewoon niet meer op beeld. Zouden we dat kunnen vragen? Gaan we doen. Top. Daarom vragen de artsen influencers om video's waarin vapes te zien zijn te verwijderen en geen nieuwe meer te maken. En als dit lukt, dan zijn we snel weer van TikTok af. Dat beloof ik.